Welkom bij een nieuwe video. Leuk dat je weer kijkt. In deze video neem ik jullie mee in het creatieve proces. Van idee tot aan daadwerkelijk de video. Creatieve proces. Dat is natuurlijk een iets wat lastig proces misschien, maar toch ga ik jullie proberen met wat praktische tips en een voorbeeld jullie daarin mee te nemen. Het begint natuurlijk allemaal met een idee. En een idee kan natuurlijk op allerlei momenten gedurende de dag of wanneer dan ook bij jou opkomen. En de belangrijkste tip die ik eigenlijk kan geven is: schrijf al die ideeën op. Hoe klein ze ook mogen zijn, hoe onbenullig ze ook mogen lijken, ze zijn misschien wel van levensbelang, zou ik niet willen zeggen, maar wel van groot belang. Want wie weet, vormt het wel de basis van jouw nieuwe video. Ik gebruik daarvoor een boekje. En dit is dan ook nog eens een boekje van Paper on the Rocks. Niet gesponsord of zo, maar ik vind het gewoon een heel erg fijn boekje. De bladzijden zijn gemaakt van steen. Jawel, van steen en niet van papier. Schrijft heel erg lekker. Maar goed, dat terzijde. Hierin schrijf ik al mijn ideeën op die ik heb met betrekking tot video's. Daar begint het mee, met een idee. Soms zit ik in de auto, zit ik in de trein of ben ik gewoon thuis of aan het werk. Komt er een idee op over een video of ik kijk een andere video van iemand anders en ik schrijf het op. Heel erg makkelijk, heel erg simpel. Wie weet doe ik er nooit meer wat mee, maar misschien vormt het wel de basis van mijn volgende video. Praktisch voorbeeld. Ik wilde graag video's maken en andere ondernemers interviewen. Ik dacht, hoe kan ik nou andere ondernemers bereiken? Ik kan ze natuurlijk bellen, ik kan ze vragen stellen. Maar goed, als ik ook wat content wil voor mijn eigen kanaal en voor mijn eigen bedrijf, dan is het wel zo mooi als ik ze natuurlijk ook kan filmen. Dus zo geschieden, ik heb een lijstje gemaakt van ondernemers die ik graag wilde interviewen. En daar begint het eigenlijk ook mee, gewoon vragen. Ik heb in mijn vorige vlog, heb je misschien kunnen zien, heb ik Michael Pronk gevraagd om te mogen interviewen. Nou, dat was redelijk snel gepiept. Dus zo zie je maar, het kan heel erg snel gaan. Dus heb je een idee, schrijf hem op en vraag gewoon. Nee, heb je, ja, kun je krijgen. Nou, om even verder te gaan op dat idee van het interview van de ondernemers. Dat is dus het idee. Vervolgens ga ik bedenken van, wie zou ik dan allemaal willen interviewen? Ik maak een lijst en heel simpelweg, ik ga die mensen gewoon benaderen. Dan wel via e-mail, dan wel via telefoon, dan wel face-to-face. Maakt niet uit, ga ze gewoon benaderen. En daarnaast kijk ik nog eens een keer naar mijn andere ideeën. Ik wilde namelijk ook nog een film maken over duurzaam ondernemen. Waarom combineren? Waarom niet combineren? Hè? Zowel duurzaam ondernemen als het interviewen van die ondernemer. Volgende belangrijk onderdeel is de setting. Waar wil jij jouw idee ten uitvoer gaan brengen? Nogal belangrijk, want het kan nogal van invloed zijn op je voorbereiding. Wil je het binnen doen? Wil je het buiten doen? Is het op kantoor? Is het bij iemand thuis? Hoe zit het met geluid? Hoe zit het met licht? Etcetera, etcetera. Dus erg belangrijk om na te gaan denken waar en wanneer de setting is van jouw idee. Hoe pak je dat aan? Wil je bijvoorbeeld binnen filmen? Hou dan rekening met de lichtinval of neem zelf lampen mee. Allemaal heel simpel om over na te denken, maar wel heel erg belangrijk voor het eindresultaat. Of wil je misschien liever buiten filmen? Hou dan rekening met het geluid en wind en dergelijke. Zo is het filmen in een tuin bijvoorbeeld alweer veel makkelijker dan filmen hier op straat. Veel meer wind. En als je iemand gaat interviewen, hoe doe je dat dan met geluid? Het is ook nog eens een stuk kouder. Maar buiten kun je wel weer mooiere plaatjes schieten met mooiere achtergronden. Want kijk nou eens hoe mooi dat hier achter mij is, hè? Pittoreske Castricum. Maar goed, ik bedoel maar, de setting is dus heel erg belangrijk. Doe je dat binnen, doe je dat buiten, licht, geluid, omgeving, met wie? En af en toe wat wind en heel erg koud. Vandaar dat ik heb besloten om de interviews gewoon lekker binnen te doen. Dan heb je controle over de omstandigheden. Lekker warm en dan heb je gewoon een goede setting om je video in op te nemen. Ik neem onder andere deze tripod mee, uiteraard mijn koptelefoon om het geluid te checken. Deze dasbelt microfoon. Een reservecamera. Mijn telefoon. Laten we deze vooral ook niet vergeten, de softbox voor goed licht. Het script. Ik maak altijd een script waar ik me ongeveer aan houd tijdens het filmen van een video.
Het geeft mij wat leidraad over wat ik in ieder geval in beeld wil hebben en wat ik in ieder geval nodig heb om mijn idee goed over te kunnen brengen. Mijn motto daarbij is altijd liever meer dan minder. Je kunt altijd nog knippen, altijd nog weggooien, maar ja, eenmaal opnieuw beginnen met filmen is vaak toch wat lastiger, zeker als het ergens op locatie is. Dus probeer altijd wat meer te filmen dan nodig. Houd je niet te strak aan dat script of aan de leidraad of hoe je het ook wilt noemen, want vaak door op het moment zelf ja, met een creatief oog naar je omgeving te kijken, komen er vaak nog heel erg leuke dingen bij. En die kun je altijd nog handig gebruiken in video. Na al het filmen komt het monteren. De een vindt het minder leuk, de ander vindt het juist wel leuk. Ja, ik vind het niet zo erg, het hoort erbij. En zeker met montage kun je er toch nog een leuke draai aan geven. En zeker in combinatie met muziek of effecten kun je een hele hoop leuke dingen bereiken. Het hoort erbij en het is ook wel van groot belang dat je hier veel tijd en aandacht aan besteedt, want dat kan echt de film maken of breken. Maar goed, zeker als je een beginner bent zoals ik, besteed er dan ook maar niet uren en uren aan. Maak het gewoon zoals jij denkt dat het goed is en publiceer het dan. En je kunt daar gewoon in latere stadia, word je daar vanzelf beter in en dan zullen je video's ook vanzelf qua montage beter worden. Maar goed, ja, zeker als je beginner bent, maakt het niet zo heel veel uit als het allemaal niet in één keer 100% perfect is. Het gaat er gewoon om dat jij jouw idee naar een tastbaar iets brengt. Ik hoop dat deze tips en deze leidraad jou een beetje kunnen helpen bij het maken van een video, van idee tot aan video tijdens het creatieve proces. Ik hoop dat je wat aan hebt en als je het leuk vindt, dan zou ik het ook erg leuk vinden dat je abonneert op mijn kanaal. Dan krijg je nog vaker van dit soort video's, maar ook nog heel veel andere video's over duurzaam ondernemen, over duurzame producten. Ik vlog ook nog eens daarbij en ben ook eens een keer vader. Dus lekker druk, alles bij elkaar. Ik probeer alles zoveel mogelijk en zo goed mogelijk vast te leggen. Maar ik zou het leuk vinden als je abonneert. En tot de volgende keer. Ciao.